Fortnite is gewoon alweer bijna 6 jaar oud. En om dat te vieren gaan wij een gratis skin kunnen unlocken in de game. En in deze video ga ik jullie laten zien hoe deze skin eruit ziet. Laten we daarom gewoon gelijk gaan beginnen met de video. Yes jongens en meisjes, daar zit ik weer voor jullie in een main menu schermpje van Fortnite Chapter 4. Seizoen 4. Vandaag in deze video ga ik jullie de nieuwe gratis skin laten zien die wij gaan krijgen van Epic Games omdat Fortnite 6 jaar lang bestaat. Dus kijk deze video helemaal af, want ik heb de allereerste beelden voor jullie. Maar voor we gaan beginnen, vraag jullie eventjes naar de Fortnite item shop toe te gaan als jij Fortnite weer opstart en mij even te supporten in de Fortnite item shop met mijn nieuwe supporter creditcode. Mijn nieuwe code zoals jullie weten is Chesto met dubbel O. Dus als je die even wil invullen, zou ik dat gewoon heel erg nice vinden. Dus vul de code Chesto met twee O's in. Accepteer hem even, dan ben ik jou heel erg dankbaar. Want ik heb gehoord als je mijn code invult, dat jij natuurlijk gewoon weer ziek veel crownings gaat kunnen krijgen. Dus test het zelf aan, zet de code aan en ja, dan zou je vast afvragen van Chess, waarom heb jij de Peely skin aanstaan? Nou dames en heren, de gratis skin die wij gaan krijgen van Fortnite, omdat Fortnite 6 jaar bestaat, heeft te maken met Peely. Want ja, het is al zo'n lange tijd, Fortnite bestaat al zo lang, dat Fortnite inderdaad gewoon zijn 6e verjaardag gaat vieren. En wij gaan daar dus allerlei speciale quests voor krijgen. Die zitten nu nog niet in de game, die komen in de game, maar ik wil jullie wel alvast de early beelden laten zien van deze skin. Want we gaan dus binnenkort bij het quest-stepje een nieuwe soort van, ja, pagina krijgen met dan de birthday, ja, hoe zeg je dat, birthday specials. Want als ik naar mijn locker toe ga en ik ga naar mijn pickaxe toe, heb ik namelijk al een pickaxe gefavorite van eerdere, ja, zeg je dat, verjaardagen in Fortnite. Want, zoals je kan zien, is dit hier zo de Celebratory Slicer, als je kan zien. En deze is in Chapter 3, Season 4 geïntroduceerd. En deze kreeg je dus door middel van bepaalde challenges te doen tijdens die verjaardagsweek van Fortnite. Dus, we gaan weer allerlei gratis items krijgen. Als we naar de backblings toe gaan, heb ik volgens mij ook ergens een backbling die daar ook te maken mee moet hebben. Dat valt volgens mij een birthday cake. Ik weet niet of ik die zo 1, 2, 3 kan vinden. Maar daar moet je me maar op geloven, want ik denk dat heel veel mensen die hebben. Kijk, dat is deze. Voor de 5e verjaardag hadden we deze. En ik weet zeker dat er nog meer zijn die ik in mijn lok heb. Kijk, net zoals deze. Dus we gaan gewoon meer van dit soort items kunnen krijgen. Maar we vragen je misschien af, Chesto, hoe zien die items er nou uit? Nou ja, normaal laat ik die items ook vaak pas aan het eind van de video zien. Maar nu doe ik dat niet, want ja, ik wil ze gewoon gelijk aan jullie laten zien. Omdat ik er zelf echt super, maar ook echt super hype voor ben. Dus ja, laten we ze er gewoon gelijk gaan bijpakken. Zoals je kan zien, is dit dus de skin hoe die er waarschijnlijk uit gaat zien. Zoals je kan zien is dit dus de Peely Party. Die is always ready for a party. Het is gewoon een hele leuke Peely skin met allerlei ballonnen om zich heen. Met een zesje van, ja, de 6e verjaardag van Fortnite of course. En je kan natuurlijk hier ook allerlei ballonnen en een soort van glazuur op de bovenkant van de banaan zien. Wat best wel grappig is, al zeg ik het zelf, is mijn eigen mening. Maar als we kijken, kunnen wij hier ook gelijk de andere, ja, hoe zeg je dat, items zien die we krijgen. We gaan een emote krijgen. Ik weet nog niet hoe deze emote eruit ziet. Dat gaan we vanzelf zien als we de challenge natuurlijk gaan krijgen. We hebben weer een pickaxe. Die pickaxe gaat waarschijnlijk gewoon weer hetzelfde zijn, alleen dan met een 6 erop. Dan hebben we een soort van spray. Nou ja, die spray gebruik ik zelf nooit. Maar hier zien we weer iets wat sowieso 100% zeker gaat kloppen. Want de andere backblink zien er precies zo uit en deze dus ook. Dus we gaan weer precies zo'n backblink krijgen met dan nu een 6 erop. Omdat Fortnite natuurlijk 6 jaar bestaat. Een glider gaan wij krijgen. Een soort van, ja, party cake met ook een 6 erop. Is natuurlijk ook gewoon nice. En natuurlijk alsnog de paarse rarity skin natuurlijk. Dus ja, al deze items zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kunnen wij gratis gaan krijgen door middel van het eigenlijk, ja, heel erg simpel unlocken van bepaalde questen die hier dus gaan verschijnen. Volgens mij komen die aankomende dinsdag bij de update. Maar ja, pin me daar nog niet op vast, want dat weet ik dus niet 100% zeker. Dat kan ik ook zeker niet zeggen. Maar wat ik wel zeker weet is dat als ze bij de questen komen, deze speciale skin dus nooit in de itemshop komt. Want als we naar deze pickers gaan die ik dus heb gefavorit, ja, je hebt maar één mogelijkheid om deze pickers te krijgen. Dus ik zou zeggen, als die challenges er zijn, ga ze zeker halen. Want je krijgt gewoon een soort van rare item die vervolgens nooit meer terugkomt. Want ja, dit is hem dus. Hij is daarna nooit meer in de itemshop gekomen. En ja, ik vind hem oprecht best nice. Ik gebruik hem alleen zelf bijna niet, maar dat maakt verder helemaal niet uit, dames en heren. Want ik heb voor jullie nog een screenshot om te laten zien dat dit bijna wel zeker gaat kloppen. Dat is namelijk deze screenshot, zoals je kan zien. En hier zien we eigenlijk precies hetzelfde als wat wij net hebben gezien, alleen dus van een andere leaker. Want ja, dat kan dus bijna zeker wel confirmen dat dit 100% waar is. Want we zien wederom dezelfde skin, ook precies dezelfde render. Want ja, je kan zien dat het weer met die 6 is. De ballonnen die er omheen zitten, et cetera. Je ziet hier ook weer die backblink, zeg maar, met het 6 erop. Dus ja, de backblink blijft hoe dan ook hetzelfde. Want ja, dat zag je bij nummer 1 en bij nummer 5 ook. Dus daar zien we niet heel veel verandering in. Hier hebben we wederom wel een andere emote
met iemand die soort van cake jong leert met allemaal zesjes erop. Dus dit zou ook nog eens kunnen zijn in plaats van die andere emote natuurlijk. Want ja, we hebben deze emote hier zo net gehad. Maar dit kan natuurlijk gewoon een invulling zijn van dat er überhaupt een emote gaat komen. Nou, en deze glider die we hier zien komt ook één op één overeen met de glider die we hier zien. Dus dat is gewoon sowieso bijna wel zeker confirmed dat we dan ook een glider gaan krijgen. Hier zijn ook nog V-Bucks te verdienen. Dat zou ook nog eens kunnen. Het zou inderdaad ook nog kunnen dat we inderdaad V-Bucks gaan krijgen. Maar die staat er hier niet bij, want hier hebben we nog een spray erbij gekregen. Dus ik vraag me heel erg af, want ja, hier zit geen pickaxe bij, dus het kan ook nog zo zijn dat de V-Bucks hier verdwijnen en dat dat natuurlijk inderdaad een pickaxe gaat worden. Dat, ja, weet ik zelf niet, maar ik vind het zelf in ieder geval heel erg sick dat dit gaat gebeuren. Laat sowieso even in de comments achter wat jij ervan vindt, want ik vind het zelf echt super sick natuurlijk. Maar dat is niet het enige, want we hebben al bij de update laatst wat meer gratis skins gekregen. Dus ja, ik zal het even laten zien. We hebben namelijk de Sid skin, ik weet niet of jullie deze hebben, dat is deze skin hier zo. Die heeft al twee varianten gehad, maar tijdens de update hebben we ook nog een nieuwe variant gekregen, zoals je kan zien. Ik vind deze variant ook echt heel erg ziek. Ik weet niet of jullie deze skin hebben. Maar als je deze hebt, ga dan even je locker checken. Want we hebben dus gewoon een nieuwe gratis skin van ja, deze variant gekregen. Die ik misschien nog wel het hardst vind van allemaal eigenlijk. Want ja, ik vind deze kleurencombinatie eigenlijk best wel sexy, als ik eerlijk moet zijn. Maar daar houdt het nog niet bij op. Want voor de mensen die het allemaal hebben doorgehad en de update goed gecheckt hebben, weten dat we nu ook de bonus rewards pagina's kunnen unlocken van de superstealth. Nou, zoals je kan zien, ben ik al bijna klaar met de ene laatste pagina. En dan ben ik dus aan het beginnen met de gouden pagina. Dus ja, ik zou zeggen, als jij nog allemaal van die sterretjes over hebt, ga die nu inleveren, want dat kan. En ja, voor de mensen die dat ook nog niet weten, bij de quest rewards kan je nu ook eindelijk deze, ja, Piper Pace, ja, quest gaan doen. En vervolgens moeten we nog eventjes wachten totdat deze uitkomen. Want dat duurt nog een maandje, zoals je kan zien. Maar we kunnen in ieder geval aardig weer wat grinden. En voor de mensen die zich ook afvragen waar ik ben met mijn Survivor Medals. Nou, zoals je kan zien, ik ben dus bijna bij de gouden versie. Ik ben nu bij ja, Survivor Medal Legendary 10. Laat ook even in de comments weten waar jullie zijn. Want dat vraag ik me ook echt af. Ben ik best benieuwd naar, zeg maar. Maar ik wil voor jullie ook eventjes een giveaway gaan doen in deze video. Omdat jullie mij best wel hard supporten met mijn supporter creator code. Dus laten we weer wat leuk doen, dames en heren. Ik wil twee mensen die deze video aan het kijken zijn een random gift geven uit de Fortnite item shop. Ik heb nog 8000 V-Bucks. Dus ja, wil je nou kans maken om een hele mooie gift? Dan moet je een aantal stappen doen. Stap nummer 1. Jullie kennen hem allemaal. De belangrijkste stap, dat is mijn nieuwe supporter creator code gebruiken. Chesto met twee O's. Ik tik hem nog één keer over. T-I-E-S-T-O met nog een O. Dit is de nieuwe supporter creator code. Check even of je hem met twee O's doet, want dat moet wel. Accepteer hem even. Dan heb je stap nummer 1 gedaan. Stap nummer 2 is geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dus check nu of je geabonneerd bent. Laat even een duimpje achter, want dat is ook eigenlijk stap 3. Maar zet ook dan even dat belletje aan, want dan mis je niks meer van mijn meldingen als ik natuurlijk live ga en een video upload. Stap nummer 3. Duimpje achterlaten, had je al even moeten doen. En stap nummer 4 is jouw Epic Games naam commenten. Dan kan ik jou gewoon toevoegen en dan kan ik jou na 48 uur even inviten. Kunnen we samen even zitten en dan kan ik jou dus een hele mooie skin giften uit de itemshop. Als je natuurlijk alle stappen mooi gedaan hebt. Heel simpel is het eigenlijk, toch? Join ook even mijn Discord. Mijn Discord staat in de beschrijving, is gratis. Is gewoon heel erg gezellig met z'n allen. Kan je met mij chatten, kan je met kijkers chatten. Bedankt jullie nu voor het kijken naar deze video. We gaan heel snel deze challenges krijgen, want Fortnite is gewoon 6 jaar oud. Besef even hoe lang dat eigenlijk al is.